Ik speelde natuurlijk onder 15, onder 16, onder 17, 18 UEFA Jeugd Jong Oranje. In de lichting Frank de Boer, Ronald de Boer, Richard Witsche. En ja, daar speelde ik toch wel aardig op niveau mee. Dat ik zo snel 1 zou halen, ja, dat was natuurlijk wel heel uniek. Ik was 4 of 5. Mijn ouders hadden altijd een seizoenkaart van Go Ahead. Dus ik was eigenlijk al supporter van kleins af aan van Go Ahead. Een logebox had mijn vader toen met mijn zus en mijn moeder dan. En die zitten nu nog steeds op de tribune met een seizoenkaart. Dan is het wel een droom wat eigenlijk uitkomt dat ik op 16-jarige leeftijd in de Eredivisie debuteer voor deze club. Waar je als kind in opgegroeid bent. Ik was een 10 of een spits. Ja, uiteindelijk debuteer je als rechtsback. Als je kon voetballen, en dat kon ik wel, dus kon je eigenlijk wel op iedere positie terecht. Ja, dat weet ik zelf ook eigenlijk niet, waar het misgegaan is. Nou ja, ik speelde natuurlijk onder 15, onder 16, onder 17, 18 UEFA Jeugd Jong Oranje. In de lichting Frank de Boer, Ronald de Boer, Richard Witsche. En ja, daar speelde ik toch wel aardig op niveau mee. Maar gewoon om de echte top te halen, waar ik wel, denk ik, naartoe had gemoeten. Laatst teken ik ook nog voor 3 jaar bij Panathinaikos. Toen kreeg ik wel die blessure. Schop op mijn enkel en het was klaar. Soms moet je net het geluk hebben of het kwam allemaal net verkeerd daarin. Vroeger toen speelde ik hier en Calcio voetbalschoen bijvoorbeeld, die was toen niet bekend. Die Italiaanse schoen, helemaal zwart leer. En die zei van, willen jullie in de Eredivisie op die schoen gaan spelen? Dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment is het klaar met voetbal. Ja, je moet toch wat anders gaan doen. En Walter belde ik bijvoorbeeld op. Walter, heb je nog iets? 1800 paar voetbalschoenen, Calcio. Dat was de eerste aankoop. Mijn hele huis bij mijn schoonouders. Die waren op vakantie helemaal volgepakt met alle schoenen. Dus zo eigenlijk is er een beetje erin gerold. En van het een komt het ander. En op een gegeven moment ben je het maar wat groter op gaan zetten. In Beverwijk, Zwarte Markt, heb ik een goede verkoopplek. Waar ik iedere weekend gewoon met plezier naartoe ga. Kleding voor dames, heren, van alles eigenlijk. Wel een beetje wat ik denk wat goed is. Wat ik in de sport eigenlijk mis, dat ik het weekend moest presteren. Ja, daar moet het zaterdags en zondags gewoon gebeuren. Dat ik toch wel iets in terug kunnen vinden om de focus, wat je toch het weekend de spanning hebt. Ja, dat je toch denkt van, klaar, daar gaan we voor. Kijk, als je alles terug kan draaien, maar dat is met alles in het leven. Ik denk dat dat voor jullie zelf ook wel geldt. Dat je zegt van, je hebt een bepaalde leeftijd en dit had je anders moeten doen. Ja, dan had je misschien niet meer in Beverwijk hoeven staan. Maar ja, dat is allemaal achteraf.